4 oktober, dierendag, waarop je ze eens extra mag verwennen. De hond, de poes, de papegaai, wat extra lekkers en een extra ai, omdat het van die lieve schatten bennen. De hamster en de cavia die krijgen extra hooi, de muizen extra zaagsel en een speeltje in hun kooi. Een molen om in rond te hollen, zie ze nou eens lekker dolle. Jongens, kijk nou toch eens wat mooi. Kijk dan die, kijk dan, kijk hem, kijk hem, kijk hem, kijk hem, kijk hem. Ja, dit molentje rolt, dit is leuk, hè? Oktober, dierendag, waarop je ze eens extra mag verwennen. De lapjes, kat en het konijn, de eend, de goudjes en het hangbuikzwijn, omdat het van die lieve schatten bennen. De poedel krijgt een strikje evenals de Pekinees. De herder krijgt geen blikvoer, maar een lekker groot stuk vlees. Wat zangzaat voor het kanariepietje, een spiegeltje voor het parkietje. Dan is hij niet zo eenzaam, dat beest. Nee, kijk maar even, spiegeltje, kijk, 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 kijk. Hoe denkt hij dat er nog eentje in het kooitje zit? Leuk, oh, ja, is leuk. Oktober, dierendag, waarop je ze extra mag verwennen. Het paard, de duiven, de marmot, ze komen allemaal vandaag aan bod, omdat het van die lieve schatten bennen. Kom dan bij het baasje, kom dan, kom dan, kom dan, kom dan. Ja, dit is een grote, ja, dit is een grote, ja, is je zoekie, hè, ja. De rest van het jaar is het mensendag, waarop je 4 oktober mag vergeten. Dan eten we weer volop koe en varken, scharrel, kip of kangaroo. De meeste beesten zijn om op te vreten. Wil jij nog een lekker hangballetje? Ja? Oké. Okay. En er is ook nog, hè? Nee, er is ook nog kip. Nee, er is nog kip. Nee, maar er is nog kip, hoor. En anders hebben we nog een beetje ragout. Lamsragout, lekker. Van Anne.